Dit was voor ons een belangrijk evenement omdat we hier het land konden kwalificeren voor de Olympische Spelen. Er waren weer 6 startbewijzen te verdelen, dus het was belangrijk om bij die 6 landen te eindigen. Dat is gelukt, dus daar zijn we heel tevreden mee, heel blij mee in ieder geval. Het WK is niet helemaal verlopen zoals wij verwacht hadden en er valt nog wel wat te sleutelen. Maar er zijn ook heel veel positieve dingen en daar zijn we wel heel blij mee. We hebben volgende week nog de Olympische Test-event, dan krijgen we nog kansen om te verbeteren. Maar het voelt echt lekker om te zeggen, ja, over een jaar zijn we nog steeds hier en dan gaan we gewoon vechten voor medaille. We kwamen hier voor het eerst, om een wedstrijd te varen. Je moet altijd aan de condities wennen en leren kennen. Ik denk dat we daar nu een heel goed beeld van hebben. We hebben een hele week een zeewind gehad. En een lichte zeewind en een harde zeewind. En die hebben allemaal hun eigen specifieke kenmerken. Daar hebben we een heel mooi plaatje van kunnen creëren deze week. Daarnaast gaan de downwinds, de voor de windse rakken, hebben we hele grote stappen gemaakt. Er staan hele hoge golven, dus heel technisch. En ik denk dat we daar echt heel hard gaan. Daar zijn we constant aan het inhalen. De starts gingen gedurende het evenement steeds beter, heel scherp. Alleen we komen snelheid tekort op het aan de windse rak. En het is echt wel een speedrace hier. Er gebeurt niet heel veel aan winddraaiingen. Dus je moet gewoon je snelheid hebben. En daar hebben we een aantal antwoorden op gevonden al. Maar een aantal ook nog niet. En daar gaan we nog verder mee aan de slag.